Dit is het beeld wat je ziet als je 's middags bij mij op stal komt. Bijna alle paarden onder de Recuptex deken van Bukas. Na het werk krijgen bijna elke dag mijn paarden de Recuptex deken op. En zoals sommigen van jullie weten heb ik al een paar jaar een hele leuke samenwerking met Bukas. En ik sta 100% achter hun producten. Dus daarom ben ik natuurlijk heel erg blij en dankbaar dat mijn paarden dankzij hun niks tekort komen. En er wordt mij heel vaak per maand gevraagd wat ik van de Recuptex deken vind. Omdat deze best wel vaak voorkomen in mijn vlogs en op Instagram. En ik geef dan altijd antwoord omdat zij willen weten of deze aankoop al het geld waard is. En of dat nuttig is voor hun paard. Ja, ik geef dan mijn eerlijke mening daarover en ik moet eerlijk zeggen dat deze deken mijn favoriete product is. En daarom ga ik er vandaag een video over maken om er iets dieper op in te gaan en te laten weten waarom dit mijn favoriete product is. Dus ja, ik hoop dat jullie blijven kijken, want het is super interessant. En zo zien jullie mijn paarden natuurlijk weer een keer. Natuurlijk is mijn mening over de Recuptex deken heel persoonlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel mensen dezelfde ervaringen hoor hebben als welke ik en mijn paarden hebben. Ik ga nu eerst de verschillende dekens laten zien die ze hebben in de Recuptex vorm. En daarna ga ik meer vertellen over het technische gedeelte van de deken. Want deze deken is speciaal, want het is een therapiedeken. En ik moet eerlijk zeggen dat de paarden bij mij op stal reageren eigenlijk Dayano en Azuro het allerbeste op de dekens. Die andere paarden reageren er ook goed op. Maar bij Dayano en Azuro, die zijn duidelijk beter als ze de deken op hebben gehad. En met beter bedoel ik losser in het lijf, met trainen. Ja, ik heb het idee dat ze ook sneller herstellen. Waar deze deken ook bekend om staat, dat ze die werking geven. Maar daar kom ik straks op terug. Dus ik ga nu eerst de verschillende dekens laten zien. En daar pak ik natuurlijk de toppers Azuro en Dayano bij. Dus blijf heel eventjes kijken. Dan ga ik ze even meenemen naar buiten. Ik heb even wat assistentie gevraagd. Maar ik ga nu de Recuptex laten zien die Azuro op heeft. Ho, blijf staan. Hier zien jullie het rugdeel waar ik straks meer over ga vertellen. En hier komt zeg maar de werking vandaan. Hier aan de voorkant heb je een klittenbandsluiting met één sluiting. En wat bij Bukas altijd heel fijn is, is dat ze hier een extra clip hebben. Dit is een magneetclip. Die maak je zo los en vast. En dan blijft die hier aan al hangen. Er zit een kruissingel aan, waardoor het schuiven van de deken bijna niet kan. En aan de achterkant hebben ze hier nog een touwtje, zodat je hem hier vast kan maken. Dit is de wintereditie, zeg maar. Alleen dit is hele fijne, dunne stof met stay dry materiaal. Dus als ze hier gaan zweten, blijft dit deel niet nat. Dus je kan dit ook als zweetdeken opdoen. En in de winter, als het heel koud is, doe ik deze deken op met transport. En vaak nog een zweetdekentje overheen, zodat ze het niet te koud krijgen. Maar zelfs met het warme weer van de zomer is deze deken eigenlijk ook nog dun genoeg. En hier hebben we Dayano. En Dayano heeft de zomerdeken op. Het model is hetzelfde, alleen hier zit de hals op. Alleen zoals je misschien zo kan zien, is dit met gaas, dus meer lucht doorlatend. En hier zit dan het therapie gedeelte van de deken. Die kan je hier zien. En wat anders is bij deze deken is dat ik er een hals aan vast heb gemaakt. Hier zit tot hier het magneetgedeelte. Dat ga ik straks natuurlijk weer uitleggen. En deze zijn heel makkelijk te bevestigen en los te maken met dit klittenband tweemaal. Dan heb je hier zo waar je de deken aan vast kan maken. Dus als je dit losmaakt, dan heb je de deken zoals je hem bij Azuro zag. En als je deze vastmaakt, dan blijft hij zo zitten als hals. Dus dit is de Recuptex deken Light. Ik zal nu uitleggen wat de deken precies doet. En zoals ik al aangaf, merk ik al verschil bij mijn paarden zodra ze de deken hebben opgehad. Vooral bij Azuro en Dayano. En ik merk het heel erg bij het beginnen van het losrijden. En zeker op wedstrijd, als ze al doorhebben dat er wat komt en al een beetje zenuwachtig zijn. Dan beginnen ze gewoon veel losser en relaxter bij het losrijden. Op stal merk ik het ook, want Evita kan ook wel eens zenuwachtig zijn op stal. Door wat voor reden dan ook. Maar zodra we de deken opdoen, dan is ze gewoon een stuk relaxter. Nu heb ik de deken binnenste buiten. Dus nu zien jullie nog duidelijker het verschil. Waar
het therapiegedeelte zit. Het lichte stuk, dat is het rugdeel. En daarin zit de Recuptex-stof zelf. Hierin zitten magnetische velden. En dat zorgt ervoor dat de bloedcirculatie en de zuurstoftoevoer wordt gestimuleerd. En dat helpt weer bij het versnellen van het herstelproces. En daarom is het ideaal voor paarden die zeg maar training hebben gehad. Niet alleen bij paarden die getraind worden of een zware training hebben gehad, hebben deze deken op. Maar het wordt ook aangeraden bij paarden die chronische artritis hebben of zelfs rugproblemen. Ze adviseren ook om de deken 2 uur voor training en 2 uur na training op te doen. Maar ik heb mijn paarden al een tijdje eronder staan, dus je kan het opbouwen en dan is het zelfs beter of fijner voor de paarden om ze wat langer op te laten. Ik heb hier zo de hals en die ziet aan de binnenkant iets anders uit. Hier zien jullie het magneetdeel. Dat is de gladde stof en hier is de onderkant van de hals. En het fijne hieraan is dat het natuurlijk veel minder schuurt dan deze stof op de manen. Dus daar hebben ze goed over nagedacht. Wat ik nog wil laten zien is een foto voordat ze de deken op hebben gehad. En hier staat nadat ze hem 4 uur hebben opgehad. Hier zien jullie duidelijk verschil. En dit is de before foto. En dit is de 4 uur foto. Dus zo zien jullie wat de deken precies doet. En ja, ik hoop dat ik hiermee iets duidelijker ben geweest. Wat ik ook nog wil laten zien is wanneer jullie misschien de deken willen gaan bestellen op internet. Dan kan je je paard voor de goede maat opmeten. Want als een deken te groot is, dat is gewoon echt heel erg onprettig. En met de Bucas maten kan je precies uitrekenen welke maat je paard nodig heeft. En ik heb hier een meetlint van Bucas. Maar je kan natuurlijk zelf ook een meetlint gebruiken en de maten opzoeken op de website. Ik heb heel eventjes een kleine kei gepakt, zodat ik het makkelijker kan meten. Maar je begint met je meetlint aan de voorkant van je paardse borst. En dan neem je hem mee naar de achterkant van zijn billen. En dan zie je de centimeters staan. En aan de hand van de centimeters weet je ook de maat van de deken. En zo zit je nooit verkeerd. Dus ik hoop dat jullie dit een interessante video vonden. En ja, dit is mijn ervaring met de Recuptex deken. En ik denk dat heel veel mensen die de deken al hebben geprobeerd hetzelfde kunnen zeggen. En ja, ik zou gewoon zeggen, neem een kijkje wat dit voor jouw paard kan betekenen. En misschien helpt het jullie wel weer een stapje verder in de training of in het herstel van de spieren van je paard. Dus bedankt voor het kijken en hou zeker de rest van de video's in de gaten. Want jullie zullen de dekens van Bucas nog veel vaker langs zien komen. Doei!